De spelers van VVV, zoals hier de aanvoerder Post, die hebben hun trainingsjackies aangehouden. Omdat ze inderdaad weten, zo dadelijk 10 minuten stilte, dan staan we daar met z'n allen. Een beetje koud te kleumen. Die van PEC hebben dat duidelijk niet gedaan. Zoals alle wedstrijden dit weekend. Ook hier dus. Een minuut stilte voor het overlijden van Diego Armando Maradona. En zo was de gedachte aan pluisje in de koel voor deze wedstrijd. En dan kunnen de jasjes dus uit. VVV in die 4-4-2 opstelling formatie met dus Arias en Giacomakis met z'n tweeën in de spits. Swinkels hier een van de centralen. Rob Dieperink is de scheidsrechter, Erwin Blank de VAR. Aan de andere kant Zwolle, dat moeite heeft met scoren. In een opstelling waarbij Van Duinen in de spits staat vandaag. Eerste spits, tenminste de laatste weken, was Tedic. Hij heeft een enkel blessure. Reza Gujanejad is ziek. Ja, dan kom je bij Van Duinen terecht. Ja, beide ploegen hebben 8 punten uit 9 wedstrijden verzameld. Dat is Willem II en Heracles. Het kluitje staat dus dicht bij elkaar. PEC heeft van die 4 het beste doelsaldo, -5. En VVV van die 4 het slechtste doelsaldo, -14. Hunt aan de linkerkant gaat weliswaar neer, maar krijgt de vrije trap niet mee. Nakayama voor het schot, ja, dat dreigde hij te gaan lossen. Er zat een vervelend stuitertje in. Kirschbaum. De bal moest wegstompen. Hunten ging diep. Wordt ook gezocht. Hunten. Met Van Wermerskerken heeft hij af te rekenen. Van Krooi. Richting Giacomakis. Die wel heel snel kopt. Vindt al niet de juiste richting. Maar de doelgerichtheid van Giacomakis wordt wederom onder bewijs gebracht hier. En daar in de opbouw gaat het gruwelijk mis. En dan laat Giacomakis hier een grote kans onbenut. Dat opbouwen. Dat gebeurt met Zetterer. En wie wil je dan bereiken? Arias doorkoppen lukt niet. Nakayama komt weg. Kan alsnog voorgeslingerd worden. En Zetterer heeft maar laat los. Fout van de keeper. Arias maakt daar gebruik van. En in de 21ste minuut komt VVV met 1-0 voor. Jafar Arias. Met zijn derde van dit seizoen. Staat natuurlijk in de schaduw van Giacomakis. Maar Zetterer niet met zijn eerste foutje van de dag. Eerst met die opbouw al. Toen kwam hij nog met een schrik vrij. Maar deze bal voor. De keeper komt. Heeft hem. Ja, misschien heeft hij wat last van de meest springende. Ik denk dat het Kersten is vlak voor hem. Dan nog. Als je daar met je klauw aankomt, moet die voor jou zijn. Van Krooi met de corner. Draait fraai af. En Swinkels
kop net naast. Dan sta je echt 10 minuten te koekeloeren wat je dan gaat doen met de opbouw. En dan besluit je zo'n bal te spelen. Hij zit niet bepaald in de wedstrijd. Zit er. Mag ver komen zeg. Vandaan aangespeeld. Kreeg hem net niet bij Reinders. Ferrai. Reinders. Paul krijgt hem nog terug. Prima gedaan. En daar de 1-1. Ferrai. De gelijkmaker. Een van de weinige keren dat ze echt doorkomen. Zat hij eraan of zat hij er niet aan? Hier dan te zien. Ja. Ik denk dat hij eraf blijft hoor. Maar. Raakt hij hem? Ja, ik zie het niet in ieder geval, maar goed. Het is wel een langdurige check van Erwin Blank. Hands of niet. Het is een goal. De goal gaat de boek in. Zijn eerste voor Ferrai. Ja, doelpunt te maken er dus uit. Drost is zijn vervanger. Reinders. Een lekkere voetballer natuurlijk. Huppakee. Reinders. Rolletje, dat is dan jammer. Samak. Op de Lindhorst en Arias. Best goed. Paal voorleggen richting Drost. Komt er net niet aan. Goed werk van Swinkels. Saimak. Dan komt Van Wermerskerken in één keer knallen. Tuurlijk in één keer knallen. En dat is gevaarlijk genoeg. En bijna de rebound die er ook nog in gaat. Drost er dichtbij. Ineens gaat het tempo wat omhoog. Moeilijke redding. En de rebound is er dan nog bijna voor Drost. Daar ligt Swinkels. Hamstring. En zal eraf gaan Koen. Klaar om in te vallen. Een van de meest voorkomende spierblessures toch in dit seizoen overal en nergens. De hamstring. Schadige opening van Koen. Bagonik. Naar de bal voor richting Arias. Hunten. Arias. Dat is een bal die ruim het doel mist. Hoppakee, gewoon één man ertussen. En dan is er alweer balverlies. Van Wermerskerken. Langs Post. Die moet uitkijken. Die wordt eruit gelopen. Van Wermerskerken. Goed. En dan is het Van Tuinen. Die scoort. Zijn eerste van het seizoen. Ja, Van Wermerskerken. Daar vindt het grote feest plaats. Want zijn doorgaan zorgt voor de kans die Van Duinen niet onbenut laat. En dan begon hij dan weliswaar als spits. Maar in de tweede helft uitgeweken toch weer terug naar die linkerkant. Hij begint dus helemaal boven in beeld. Als Van Wermerskerken komt, dan trekt Van Duinen aan. Dan trekt Van Duinen aan. En bij de 11 meter stipte ongeveer schiet hij die bal binnen. En net geen voldoende contact. Kirschbaum. Gaat ook door zijn handen. Heb je toch als keeper ook het idee. Daar had ik meer mee kunnen. Slash moeten doen. Van Duinen met Koen. Doorkoppen. Gewonnen door Van Duinen. Dit is Reinders. Drost komt erbij. Reinders.
Ja, wendige speler, Drost, Saimak. En dan is dit 3-1. Ja, nee. Via Kiesbaum en de paal is het geen 3-1. Hier zat hij er goed bij. Met dat schot van Saimak. Nou, een prima lopende aanval. Over verschillende schijven. En dus leeft VVV nog. Zetterer van Wermerskerken. Saimak. Simpel balverlies geleden daar. Tegen John. Dit is Koen. Giacomakis, Zetterer is daar gezien. En Giacomakis is Giacomakis. En Giacomakis is iemand die doelpunten maakt. Ook al speelt hij een, ik wil zeggen, de rol van de wedstrijd. Maar hij speelt echt niet goed. Er lukt niet heel veel. Maar de Sitaki kan worden ingezet. Want Giacomakis maakt weer een goal. 2-2. Het is zijn 9e van het seizoen reeds. Er lukt helemaal niks bij Giacomakis. Nou ja, helemaal niks. Hier na het balverlies van Saimak. Is dit Koen? Is dit het duel wat hij wint? Natuurlijk heeft het shirtje van Lam even vast. Moet Lam dan niet meteen richting het doel lopen om... Natuurlijk is er. Maar eerst protesteert hij. En dus is hij hier te laat. Er wordt natuurlijk naar gekeken, maar het is gewoon een goal. Die voetbeweging is daar wel weer briljant, hè, van Giacomakis. 9 goals nu, Giacomakis. John. Post. John. Ja, voor het schot nog. In de korte hoek. En die gaat hem zijn, hè? Dat scheelde niet veel. Giacomakis. Lam, die ramt gewoon. Die slaat. Wat? Ja, die krijgt rood. Maar dan kan je vastgehouden worden. Maar waarom ga je slaan, vriend? Hoe dom is dat dan? En wat gebeurt er dan? Ja, natuurlijk houdt hij hem vast. Maar 1-2 keer slaat hij hem. En dat is zo ontstellend dom. De reactie van Lam is natuurlijk eentje die maar één straf verdient. En dat is een rode kaart. Van Krooi op Koen. Op Koen. Op Koen. Krijgt hem nog voor ook. En zo komt Peck toch nog behoorlijk in de problemen aan het einde van de wedstrijd. Ja. We hebben in ieder geval goals gezien. 4 in totaal. Wat dat betreft eerlijk verdeeld. En Giacomakis, hij heeft er weer eentje aan zijn totaal toegevoegd. Staat nu op 9. Speelde een waardeloze wedstrijd. Maar dat gold voor meerdere spelers trouwens op dit veld. Maar hij scoorde wel. En op het laatst liet Thomas Lam zich ook weer even van zijn slechte kant zien.